Nou, grote inkoopbedrag. Leuk dat je met elkaar. Heb ik zo'n onmogelijke kar die ik alleen maar naar links wil sturen? Hoe dan weer? Echt. Goedemorgen, het is dinsdagochtend en ik ben hier met Sarah en Mila. We gaan zo naar school en als ik ze heb weggebracht moet ik snel naar huis. Want we hadden ook glasschade en daar komt iemand vandaag voor om dat in te meten, om dat te repareren. En die zou eigenlijk tussen 8 en 1 komen, maar ik zeg ja, lekker handig. Want mijn kind moet ook gewoon naar school. Dus ik heb geregeld dat hij tussen 9 en 11:30 komt. Oh, en mijn outfit vandaag, want dat vergeet ik altijd. Ik heb deze rode top aan van French Connection. Deze broek, ben ik vergeten waar die van is. Dat is die met die randjes, ik heb hem al vaker aangehad. En mijn laarsjes, ook rood van Tommy Hilfiger. Dat zijn die vloerslaarsjes. Ik heb die aangehad. Oh, die zijn heel zacht, Mila. Oh, leuk hè? Ze roept de baby. Als dat het mama was. Bibi! Ze bedoelde mama. Hé, maar ladies, het is tijd. Nee. De hoogste tijd. Jullie mogen je jas aan gaan doen. Nee. Ja? Nee. Yeah. Nee. Jullie nee. Moeten echt naar school. Nee. Hé, hey, dames, niet de tuinen leeghalen, hè? Ga je goed kijken met oversteek hier? Auto. Kijken. Je kijkt links, je kijkt rechts en weer naar links. Kunnen jullie? Ja. Goed zo, ga maar Sarah. Ja. Het is zo koud vandaag. Helemaal ingepakt en nog bevroren. En het is pas het begin, het vriest nog niet eens nu. Echt, bleh. Geef mij weer de zomer. Of de lente is ook prima, maar niet dit koude weer. En nu huisarrest tot die man. Neem aan de man. Er is, en ik hoop dat hij betijds is, want ik moet eigenlijk nog naar de Albert Heijn in de Action. En dat hoop ik in de ochtend te kunnen doen, maar anders wordt het de middag. Ik heb gisteren 3 video's geëdit, dus ga ik nu even 1 voor 1 renderen. Ik heb er al een was in zitten, dus de dag is wel productief begonnen. Marco en Sarah die waren pas begonnen met muntjes uitzoeken. Ik heb allemaal... We hebben allemaal van die muntjes, er zit echt van alles in. Zowel buitenlands geld als centen en noem maar op. Maar dat hadden ze niet afgemaakt. Dus ik denk, ik ga er even mee verder. Maar heel veel van die munten, kijk, die zijn helemaal zo. Nou zei Marco, dat moet je in de cola leggen. Dus ik heb net cola in een bakje gedaan. En al die munten die zo zijn, die ga ik er dan nu inleggen. En dan zien we wel. Heel veel, ik heb echt geen idee wat alles is. Kijk, sommige zijn helemaal zo. Het zijn echt oude munten. Het is allemaal bij elkaar gegaan. Sommige munten waren van Marco, sommige van mij. Het is gewoon één grote pot geworden door de jaren. Ik ben heel benieuwd wat de cola gaat doen. Ik heb eigenlijk nog nooit munten in de cola gelegd, dus... Sommige munten zijn nog wel goed. En er zitten echt landen bij. Oh, dus Denemarken. Wat is dit? Ik kan niet eens lezen nu op dit moment. Volgens mij zijn hebben sommige landen niet eens 10 munten meer die hier tussen zitten. Er zitten dus ook heel veel deze in. Heel veel mensen ze nog kennen. Centjes. Deze is uit 1952, maar ik heb ze echt uit alle jaartallen. Want dit is een Juliana. Er zitten ook heel veel Wilhelmina's bij, zag ik er net al. Waar is dit? Oh, dit is dan weer, kijk, die is uit Zuid-Afrika, als die hem scherp stelt. Ja, ik weet begot niet of die munten dan nu nog geldig zijn of niet. Maar goed, eerst even dit. Heel veel hadden we al uitgezocht.
En dan ga ik daarna maar kijken wat wat is. Eerst maar hopen dat die cola wat doet. Het glas is eindelijk ingemeten. Het is wel bijna tijd om al weg te gaan. En ik heb ruim 2 uur zitten wachten en het inmeten duurde wel geteld 2 minuten, geloof ik. Nee, dat is niet waar, 5 minuten. Ja. Ik ga even brood maken, dan ga ik naar de overblijf en daarna ga ik naar de Action en de Albert Heijn. Het was wel leuk. Op school, de hoogste klassen zijn op schoolkamp. Dus alle lagere klassen waren allemaal tegelijk aan het buitenspelen en dat wordt normaal gesplitst. Maar omdat er natuurlijk 4 klassen weg zijn, zijn er veel minder kinderen nu. En dat maakte wel een hele leuke, maar een hele andere sfeer op het plein. Dus dat was wel heel erg leuk vandaag om te doen. Nu snel door naar de winkels. Nou, grote inkoopbrengen. Leuk dat je met elkaar. Heb ik zo'n onmogelijke kar die alleen maar bellings wil sturen. Hoe dan weer? Echt. Oké, kijk. Als je deze kar loslaat. Met de streep in beeld. Dat is meer rij. Zo. En zo. Als ik hem loslaat. Zo, helemaal uitgeput van die car, echt. Ik had net al mijn spullen erin. En toen ging ik ermee lopen bij de Albert Heijn. En toen had ik door dat dit echt de ergst naar links hellende car ever is. Maar ja, toen had ik al mijn spullen erin. Ik denk, nou, het zal nog wel meevallen. Nou, niet dus. Echt, ik heb het nog nooit zo extreem gehad, volgens mij. Goed, ik heb heel de auto volgeladen met spullen. Ik ga thuis even uitzoeken wat ik wel en niet kan laten zien. Want heel veel dingen zijn voor volgende maand. Dus ik denk dat ik echt maar een paar dingetjes kan laten zien wat ik heb gehaald. Ja, dat zijn niet echt interessante dingen. Maar goed, aan de andere kant. Die andere dingen komen vanzelf ook weer voorbij. Dus. Alles gelijk ingepakt wat ik moest inpakken. Want dat moest allemaal weg zijn voordat Sarah thuis komt. Ik had 2 boodschappentassen vol met spullen gekocht. Voor allemaal verschillende dingen. Nou ja, met toiletpapier heb ik gewoon opgeruimd. Dat hoef ik niet echt te laten zien. Maar van alle dingen wat ik heb gekocht, kan ik alleen nog laten zien. Cadeaupapier. Nieuwe aanstekers voor het gasfornuis. Batterijen. En een bewaarbox, echt. En alle rest kan ik gewoon nu niet laten zien, want Sarah en andere mensen kijken dit ook en die mogen het lekker nog niet weten. Ik heb erg van een pluisje in mijn mond. Ja. En ik mag over 5 minuten gaan Sarah halen, want het was echt heel veel werk wat ik allemaal moest inpakken. Maar ik ben wel voor een heel groot gedeelte klaar voor december, dus dat vind ik echt mega fijn. Zeker aangezien het pas 12 november is. En ik hou er wel van om op tijd te zijn, dadelijk niet die enorme drukte of die stress. Dus ik denk dat ik vanavond gewoon even verder ga kijken wat ik nog moet bestellen. En van de week even kijken voor de laatste paar dingen. En dan ben ik gewoon klaar. Dan ga ik gewoon december in klaar van alles. Ja, dat vind ik wel echt fijn. Net even lekker quality time met Sarah gehad. Want de afgelopen weken met alles wat er speelde is dat echt veel te weinig geweest. Ik heb het veel te druk gehad met alles regelen en zo. Dus dat was best wel jammer. Dus nu even een inhaalmomentje gehad. Geen camera, geen andere mensen. Oh, die lamp is heel vervelend op de achtergrond. Zo achter mijn hoofd dan maar. Nu koken, we eten weer met z'n tweeën. Marco is pas laat thuis. Ik ga lekker stamppot maken. Stamppot en duiven. Kom ik er net achter dat ik de spekjes vergeten ben. Maar ik kan er helaas niks meer aan doen. Want ik heb het eten wel opgezet. En Sarah is net te klein om zelf naar de winkel te sturen. Dus we hebben gewoon pech. Nou, ik ging eens bij die munten kijken. En ik merk dat dat eigenlijk, die cola, doet zeer weinig. Dus ik ben gaan googlen. En toen las ik over citroensap. Dus ik ben ze nu aan het uitspoelen. En dan ga ik dat dan maar proberen. Het wordt nou ook wel een kwestie van, moet me gewoon lukken. Maar echt, kijk als ze eruit, ze zijn nog steeds lekker handig met dat licht. Even kijken. Ze zijn dus nog steeds zo. Dus, nou, ik ga luisteren. Even
even de water uitleggen en dan gaan we dat maar proberen. Nou, poging 2. Kijken of ik hem open krijg. Ik ben benieuwd wat dit dan gaat doen. Zou je een paar uur in moeten staan, dus dan moet ik, voordat ik naar bed ga, maar even kijken. Zo. Even met het lepeltje doe ik elke keer. Dat heb ik ze net ook gedaan, elke keer een beetje geroerd, zeg maar. Dat als ze op bepaalde punten op elkaar liggen, het daar ook tussen komt. Dus dat ga ik elke keer gewoon bijhouden. Nou, time will tell. Ik ging even mijn muntjes kijken en ik heb echt het gevoel dat dit wel veel meer werkt. Want, zoals je kan zien, dit water wordt steeds troebeler. En als ik de muntjes omhoog trek, heb ik wel het gevoel dat het eraf komt. Dus citroensap lijkt te werken. Ik ga even met het borsteltje onder de kraan even kijken wat het dan doet. Oké, dit is dus echt zo bizar en ik heb een hele rare vlek op mijn lens, zie ik. Even kijken of ik die eraf kan halen. Dat is beter. Ik ga het gewoon helemaal leuk vinden, want ik ga het laten zien. Het is nog niet helemaal klaar, maar echt. Sommige munten zijn echt richting de 100 jaar oud. Die zijn uit bijvoorbeeld 1927 of zo. En die kan vinden. Die ziet er gewoon bijna als nieuw uit. Echt. Zo snel kan ik ze niet vinden. Maar deze is uit 1948 bijvoorbeeld. Ze gaan er echt zo mooi weer uitzien. Helemaal weer op kleur. Deze is jonger. Deze munt was ook zo erg. Ik weet niet eens waar die vandaan komt. Oh, Turkije. Oh, ik film lekker recht. Die was heel erg. En hij is bijna helemaal normaal. Dat is echt cool. Ik ben helemaal happy. Ik ben helemaal bij met editen. En mijn muntjes, die heb ik gehoord. Die ga ik voor een nacht laten staan. Want dat gaat heel goed zo. Ik ga lekker mijn bedje in. Bedankt voor het kijken en tot morgen.